eindelijk een grote individuele titel. En daarvan wint ze er erg veel. De wereldtitel. De allerbeste van Europa. Ja, ik ben gewoon echt zo blij. In totaal zwemt ze 17 jaar lang op het allerhoogste niveau. Maar nu is het genoeg. Ik voel wel van ja, win daar dan net een beetje. Femke Heemskerk wint namelijk op haar 11e al prijzen met zwemmen. En als ze volwassen is, gaat ze hiermee door. Zo is ze onderdeel van de estafetteploeg die de Golden Girls wordt genoemd. Van 2008 tot 2012 winnen ze bijna elke wedstrijd. Bijvoorbeeld Olympisch goud. En Nederland is Olympisch kampioen. En het ongeloof en de vreugde. Ook individueel wint ze veel. Bijvoorbeeld op de 100 meter vrije slag. In 2014 wordt ze op deze afstand wereldkampioen en dit jaar nog Europees kampioen. Femke Heemskerk zwemt hier naar het goud op de 100 meter vrije slag in een tijd van 53.05. En wat een schitterend moment is dit. Ik moest even nadenken, maar ik heb 65 internationale medailles gewonnen. En soms zag je haar dan ook zo, huilend van blijdschap. Sorry, ik moet gelijk weer janken natuurlijk. Ga ik weer, de meisje die haalt, maar weer lekker janken hier voor die camera. Maar het was niet altijd leuk. Zo sprak ze 2 jaar geleden met Milou over hoe ze zich voelt als ze verliest. Het was gewoon echt te veel voor mij. Dus ik zat, zoals ik dat noem, in het rood. En heeft het wel even geduurd voordat ik weer helemaal terug ben zoals ik nu kan zwemmen. Nu stopt ze er echt mee. Mijn droom is ook altijd wel, als ik ga stoppen wil ik het wel op een hoogtepunt doen. En het voelt wel gewoon alsof het gewoon af is. Dit seizoen zwemt ze nog 1 laatste toernooi. En daarna horen we nooit meer... Maar de allerbeste, dat kan er maar 1 zijn. En dat is Femke Heemskerk.